Bent u een startende ondernemer, een ervaren ondernemer of doet u internationaal zaken? Er is één bank die u 24/7 en overal bij u kan hebben. Al uw bankzaken tot aan uw vingertoppen. Thuis, op kantoor, onderweg. Of bij uw vertrouwde bank. De Hagringbank is uw financiële partner bij elke ondernemende stap. Vanaf het kleine begin tot de grootste dromen. Hagringbank denkt met u en uw business mee. Makkelijk zaken doen met de Hagringbank. Chantal Peter, alles goed? Ja, het gaat met jou. Ja, goed. Meestal val ik rechtstreeks met de deur in huis, maar vandaag gaan we het een beetje anders doen. Chantal Peter, vertel, wie ben je? Ik ben een jonge dame van 19 jaar. Ik heb 3 zusjes. Ik studeer fysiotherapie aan de Antonie Kamp Universiteit. Ik ben mijn eerste jaar. Mm-hmm. En ik ben zwemster. Oké, ja, zwemster, inderdaad. Je hebt 3 zusjes, zeg je. Zwemmen zij ook? 1 zit nu op de zwemles, ja. En die 2 doen niets. De jongste is wel 3, maar dus ze kan nog niet. Okay. Dus, en die andere is 16, die doet niets. Hoe oud was jij toen je begon? Want je zei die 1 is 3, dus zij doet nog niets. Ik denk dat ik op mijn 5e begon met zwemles. Mm-hmm. En op mijn 6e zwemwedstrijden. Wow, 1 jaartje. Ja. Had je al je diploma's binnen in het ene jaar? Ik had dat en met zijn vaardigheid 2. Ik zou 3 maken, maar dan was er iets gebeurd. En dan was ik van nee, ik wil niet achteruit springen en vallen. Dus dan ben ik gestopt. Ik moest volgens mij nog de vlinderslag leren. En dan heb ik dat gewoon op de zwemlessen geleerd, zwemtraining. Oh, really? Ja. Dus je hebt het niet geleerd op de, zeg maar, op zwemles? Nee. Wauw. Ja. En hoe was de overstap van zwemles naar echte zwemtraining? Het was nieuw voor mij, want we waren om de ene dag in het water, terwijl bij zwemles maar 1 keer per week was. Ja, precies. En ik moest wennen aan het feit dat er veel snellere mensen in het water waren. Dus het was sowieso wennen, maar ik vond het, naarmate ik ging, vond ik het leuker. Zwemmen is echt een familie. Nou, wie mm-hmm. keek je op toen jij inderdaad een van die minder snelle was? Ik had Janine Hoos. Toen ik echt heel jong was. En dan Cynthia Pigot en zij is er nog steeds. Ja. En nu zijn er dus Ranomi, Kramoy Joyo, Sarah Sjöström, dat soort mensen. Oké. Ja. En wie denk je dat de mensen zijn die naar jou opkijken nu? Want nu ben je een hele celebrity in het water. Wanneer Chantal komt, is het oppassen. Ik weet van 1, ze is ook zwemster van de Vos, Kimora Yubitana. Ja. En ik praat ook veel met haar, zodat ik haar de juiste tips kan geven, zodat ze ook... Eigenlijk, ze moet beter worden dan mij. Heeft ze haar zwemvaardigheid 3? Ik zou het niet weten, maar ze doet het aardig. Maar eigenlijk heb je dus wel bewezen dat je niet al je diploma's hoeft te hebben om een goede zwemmer te zijn. Het hoeft niet, je moet gewoon openstaan voor verbeteringen. Je moet gewoon goed luisteren en uitvoeren wat je opgedragen wordt. Yes, oké. Okay. En dan om terug te gaan naar thuis. 4 meisjes. Jeetje, hoe doe je ouders dat? Ik weet het niet, maar ze doen het. Het werkt. Ik heb een hele goede band met mijn zusjes, met alle 3. Dus ja. Je bent de oudere zus. Ja, ik ben de oudste. Heb je dat gevoel ook dat je het juiste voorbeeld moet geven? Ja, sowieso. Daarom doe ik altijd. Ik doe mijn best op school. Ik doe mijn best in het water ook. Dus ik probeer ze altijd het juiste voorbeeld te geven, zodat ze nog iemand hebben om naar op te kijken. Ja, los van je ouders natuurlijk. Yes. En dan school. Wat doe je daar? Hoe combineer je het met nog steeds op een hoog niveau zwemmen? Eerlijk, voor de universiteit was het een makkie. Je bent een nerd, no? Niet echt. Een beetje, denk ik. Nee. Ik ben geen nerd, maar ik probeer nu nog steeds de juiste structuur te vinden om het zo goed mogelijk te combineren. Want nu skip ik wel veel trainingen alleen om te studeren. Nee. om het zo
goed mogelijk te combineren. Want ik wil minder skippen, minder trainingen skippen. Dus ik probeer dat nog onder de knie te krijgen. Maar het lukt wel. Ja, je hebt een beetje een balans gevonden. Ja, ik heb het nu toe al mijn vakken gehaald. Dus. Ik zei je dat je een nerd bent. Eerste jaar, ADEC. Volgens mij haalt 25% alle vakken. Dus je bent deel van de nerds. Ik kan je zeggen. Anyway. Hi Lilian. Hi Suen. What's up? Hoi. Ik ben kapot. 100%. Ik ga betalen met mijn pin. Geluk. Van wel. Doei, fijne dag. Mopay Alassi. Hagerenbank introduceert Mopay, de mobile wallet van Suriname. Met Mopay waardeer je simpel op vanuit jouw Surinaamse of Nederlandse bankrekening en betaal, verstuur en ontvang je veilig en snel onderling geld. Mopay Alassi. Alassi. Welkom terug bij de Fysiotip. We gaan het vandaag hebben over een stijve nek. Men staat vaak op met een stijve nek en kan bijna niet bewegen. We kunnen niet naar links of rechts kijken, omdat het vreselijk pijn doet. Het beste wat je op dat moment kan doen, is de spieren verwarmen. Je kan een warme pakking erop zetten, dat het aangenaam warm blijft, zodat de bloedvaten open gaan staan en de spieren een beetje tot rust komen. Neem verder contact op met je huisarts of met je fysiotherapeut voor verdere behandeling en tips. En dan gaan we terug naar Javelli. Je bent afgelopen december ook uitgeroepen tot de vrouwelijke zwemster. Zwemmer, jeetje. Zwemmer van het jaar. Ja. Hoe voelde dat aan? Ik heb jaren ervoor gewerkt. Eigenlijk, en om het eindelijk te krijgen was even oké. Okay. Ja. Ademen. Wat nu? Dus vrouwelijke sporter van het jaar. Hey. Ja, want ik kan me voorstellen. Want vond je het een beetje oneerlijk, want ja, dan had je Sinjar Pigot in het buitenland, je had Evita Leiter ook in het buitenland. Want die twee waren toch wel de mensen die de laatste jaren hebben gewonnen. En dan ben jij in Suriname en ja, lokale wedstrijden die wegen niet zo zwaar als de internationale. Is er daar een beetje oneerlijkheid in? Ik zou niet zozeer zeggen oneerlijkheid, het heeft meer te maken met... Voor mij, althans, heeft het meer te maken met de tijden die je neerzet. Mm-hmm. Evita Leiter bijvoorbeeld, zij is schoolslagzwemster. En ik zwem het ook, maar Evita Leiter is daar. Uh-huh. En ik moet nog daar komen. Ja. Dus het hangt er gewoon vanaf wat voor tijden je neerzet en hoe goed je presteert in jouw event. Oké. Ja, en natuurlijk ben je ook vaker naar het buitenland geweest. Hoe is die ervaring daar geweest? Apart. Want je leert steeds nieuwe mensen kennen. Het zijn mensen die Engels, mensen die Spaans spreken, mensen die Frans spreken. Ik dacht van, wat zeg je? Maar het is dus... Vooral die van Guadeloupe. En het ding is, ze willen gewoon geen Engels met je praten. Yeah. Dus dan moet jij Surinamers zijn liefde. Ja, precies. Engels gaan praten. Forceer, Udomang, maar het lukt een beetje. En de enige taal die wij allemaal spreken is dus zwemmen. Dus, ja, oh, dat is echt cool gezegd. Yeah. Ja. En heb je ook zoiets dat je opkijkt naar andere zwemmers? Weet je, ik ken veel mensen die Michael Phelps wel de beste vinden. Heb jij andere iconen naar wie je opkijkt en zegt van, hey, internationaal wil ik ook op dat niveau zwemmen? Adam Beattie. Hij is wereldrecordhouder op de 50 meter schoolslag en 100 meter schoolslag, als ik het goed heb. Mm-hmm.
Hij is een briljante zwemmer. Ja. De manier hoe hij zijn trainingen, weightlifting sessies in het water. En hij is niet de langste. Maar okay. Wat hij in het water doet, het is insane. En ik ben niet de langste. Dus nee, ik probeer zoveel mogelijk van zulke zwemmers te leren. Het is echt. Is het dat je jezelf en jouw trainingen een beetje spiegelt aan wat hij doet? En werkt het? Ik probeer zoveel mogelijk van hem over te nemen. Mm-hmm. Ja, zo net zoals bij die andere zwemmers. Maar ik moet natuurlijk doen wat het beste is voor mij. Dus in samenspraak met mijn coach natuurlijk. Yeah. Dan gaan we dus toepassen wat het beste is. Oké. Okay. Vind je dat er in Suriname genoeg gedaan wordt voor zwemmen? Nee. Wauw. Ik was nog niet klaar met mijn vraag. Waarom niet? Wat zou je veranderen als jij voorzitter wordt van de zwembond? Ah. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Men moet niet ervan uitgaan dat zwemmen stopt bij 17. Want voor mij begint het pas daar. Mm-hmm. Als er zwemmers zijn die na hun 17e nog serieus willen trainen, dan moet je investeren in die zwemmers. Yeah. Ja, ik bijvoorbeeld, ik zou eigenlijk, als ik op een niveau als van Renzo wil zijn, dan moet ik eigenlijk op het niveau van Renzo trainen. Renzo yeah. heeft veel meer mogelijkheden in het buitenland. En dat zijn dingen die Suriname, ze worden niet hier aangeboden. Ze worden wel aangeboden, maar niet op dat niveau. Oké. Okay. Ja. Heb jij er ooit ook aan gedacht om in het buitenland te gaan studeren en zwemmen? Ja, sowieso. Na mijn VWO heb ik een jaartje een break genomen van school om daarop te focussen. Oh, wat zie je? Daarom heb je gewonnen? Daarom? Ja, ja. Dat was het. Ja. En dat jaartje ben ik ook naar Puerto Rico geweest voor het trainingskamp voor 2 weken. Mm-hmm. En het waren met zwemmers die op Renzo's niveau. Ja. En ik heb zoveel van ze geleerd. Ik stelde volgens mij te veel vragen. Maar het was sowieso iets dat ik elke dag zou willen doen. Mm-hmm. Maar die mogelijkheden heb ik nu niet. Nee. Want je moet natuurlijk ook denken aan je toekomst. Ja, en dan even sect zwemmen. Mm-hmm. Op welke onderdelen zwem je en welke is je favoriet? Ik ben sprinter, dus ik doe alle 50 meters. 100 meters, ja, maar niet de 100 rugslag. 100 rugslag, niet absoluut 100. Niet. Ik kan het wel zwemmen, maar niet dat ik erop ga focussen. Oké. Okay. Ik heb wel iets dat ik hou niet van verliezen. Ik hou helemaal niet van verliezen. Ik kan echt niet ertegen. Dus als ik maakt niet uit wat ik in het water moet doen, dus aan mezelf. Maakt niet uit hoe hard ik moet trainen. Als ik moet trainen om je te winnen, ga ik echt alles eraan doen. Is wel een goede mentaliteit. Ja. Heb je het ook op school dat je zegt ik moet altijd de hoogste cijfers hebben? Nee. Thuis? Ik moet mijn altijd halen. Mijn vaat het snelst wassen? Nee. Vooral niet, hè? Nee, vooral geen vaat. Maar nee. Dat, op school moet ik gewoon, ik moet mijn best doen, ik moet mijn vakken halen. Dat is belangrijk. Nou, nu zijn we in 2020. Mm-hmm. De eerste 3 maanden die zijn bijna voorbij. Mm-hmm. En de wereld is helemaal gechoqueerd door het COVID-19 virus. Mm-hmm. Wat heeft dit virus als impact op jouw sportleven? Wij kunnen als zwemmers kunnen we bijvoorbeeld niet in het water zijn. We kunnen niet trainen, we mogen niet. En het heeft veel. Het doet me wel wat. Want er zijn bijvoorbeeld zwemmers die zich niet aan het voorbereiden zijn op de Olympische Spelen en ze weten niet als die doorgaan. Ja, precies. En dat zijn mensen die geld, tijd, bloed, zweet, tranen, alles hebben geïnvesteerd en ze weten niet zeker als het doorgaat. En ik voel wel met ze mee. Ik weet niet, ik kan me niet voorstellen hoe zij zich nu voelen, maar ik voel wel met ze mee. En hoe hou je jezelf, zeg maar, in shape? Door dryland oefeningen, dus gewoon oefeningen op het land te doen. Dus vooral veel core oefeningen. Ik hou niet van rennen, dus ik doe dat niet. Maar veel push-ups, veel squats. Gewoon zodat mijn spieren wakker blijven. Ja. Ja. Doe je ook gewoon dryland, barscrawl, schoolsla? Nee? Dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Maar ik doe wat moet. Oké. Okay. Met de hoop natuurlijk dat de situatie gauw weer genormaliseerd is. Wat mogen we dit jaar nog van je verwachten? Dit jaar? Ik wil onder de 26 zwemmen op de 50 free. Okay. En dat komt ook waarschijnlijk met het verbreken van mijn nationaal record. En ik kom steeds, als ik dat doe, wanneer ik dat heb gedaan, ben ik dan dichter bij Sinjar. Dus ja, dat is ook een doel van mij. Ik wil sowieso al beter zijn dan Sinjar. Het is oké, okay. Je bent heel verlegen, maar het is echt wel oké om gewoon beter te willen zijn dan anderen, toch? Ja. Dus zeg het. Ik wil beter zijn dan Sinja. Nice. Yeah. Nou, succes. Ik denk zeker wel dat je daar komt.
Je hebt een hele goede drive. En ook al zeg je het niet op school, thuis, ik weet gewoon dat je de beste wil zijn. Succes daarmee. Dank je. Online shoppen wanneer het jou uitkomt. Dat kan nu bij hoppa.sr. Via uw computer, tablet of smartphone kunt u 24 uur per dag shoppen. Ervaar het gemak van Hoppa. Online shoppen, online betalen met Hop, thuisbezorgd. Hoppa, shoppen zo geregeld. Bezoek nu hoppa.sr. Powered by de Hagerenbank. Hallo iedereen, ik ben Dr. Shan Emanuel. Vandaag zal ik jullie wat handige tips geven om te voorkomen dat je het coronavirus krijgt. Het coronavirus veroorzaakt een ziekte die lijkt op een griepje en het is heel erg besmettelijk. We gaan je vandaag aanleren hoe je kan voorkomen dat je het coronavirus krijgt. Hier volgen de tips. 1. Stop om jouw handen te gebruiken bij het groeten van elkaar. Groet elkaar op een unieke manier. Zonder elkaar aan te raken. 2. Stop om rechtstreeks uit de koeler of van de kraan te drinken. Gebruik een flesje en houd de kraan vast met een tissue. Gooi de tissue daarna meteen weg. 3. Ook samen drinken met een ander uit één fles doe je liever niet. 4. Stop met het niezen in jouw handen. Gebruik een tissue en gooi die meteen weg of nies in je elleboog. 5. Raak jouw ogen, neus en mond zo min mogelijk aan. En was jouw handen goed met water en zeep. 'Ben je goed op weg om jezelf te beschermen tegen het coronavirus. Blijf uit de buurt van mensen die hoesten, niezen, slecht ademen, koorts hebben of die recent in het buitenland zijn geweest. En als je niet goed voelt, bel 178. Maken we die afspraak?